Goedemorgen, het is een nieuwe dag en we gaan naar Versailles toe. Het is een uur rijden vanaf Parijs met de auto. En de reis begint al goed. Ik ben gevallen. Ik stootte meteen naar Carrot en die is nou gespleten. Dus dat doet heel veel pijn. Maar ja, dus even kijken hoe het met wandelen gaat, want we hebben nog een paar dagen. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik lag eens een tijdje op de grond. De heel veel pijn. En we gaan eigenlijk nu weg uit Parijs. Ja, ergens wel jammer, want... Parijs vind ik, ik blijf het een leuke stad vinden. En het is mijn tweede keer geweest. Nou, het is steeds geweldig. En het weer is nu ook echt super mooi. Maar ja, in eerste instantie had ik Parijs eigenlijk niet eens gepland in deze roadtrip. Maar doordat we zoveel inliepen op alles eigenlijk, ja, kon dit er nog even bij. En dat is ook wel handig, want dan hoefden we niet gelijk... Zeg maar, als we gisteren vanuit Mont-Saint-Michel naar Versailles zouden gaan, wat mijn eerste plan was, dan zouden we eigenlijk achteraf door alle vertraging pas op 1 uur 's middags aankomen. Dus dat had niet echt heel erg handig geweest. Dus eigenlijk hebben we heel veel mazzel. En is het echt een perfecte tussenstop. En ik heb het heel erg leuk gehad. En ja. Let's go. Daar gaan we, André. Naar de volgende bestemming. We hadden een ticket geboekt voor 1 uur. En het is nu bijna 1 uur. Maar dit is de rij voor iedereen die geboekt heeft. Voor 1 uur. En hij loopt daar door. En daar pas gaan mensen naar binnen. Dat gaat wat worden. Bij een framboosje. Oh echt? Heb je ook framboos genomen? Ja. Oh, wat leuk. Van maar ja. Lijkt me niet lekker, maar iedereen heeft zijn eigen recht, heeft zijn eigen recht op de smaak. Die man heeft pijn, maar het is ook wel logisch, want er zit een leeuw in zijn aars te bijten. André, wat vinden wij hiervan? Ja. Goed voor hem.
ken hem niet. En sherry cola zit erin. En de frietjes natuurlijk. En we zitten hier tegenover Attis Mons. Ik heb geen idee. Maar we hebben even een pauze. Want we moeten nog 3 uur richting onze volgende bestemming. Dus we hebben er zin in hoor.